Dit is alweer de derde maand dat ik een video maak waarin ik mijn uitgaves met jullie deel. Ik vind het nog steeds wel een klein beetje gek, maar ik heb gemerkt dat jullie het wel interessant vinden. Daar ben ik blij om. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik mijn geld de afgelopen maand aan heb uitgegeven en hoeveel dat was, kijk dan vooral verder. Ik heb zoals gewoonlijk alles weer overzichtelijk in een documentje gezet. Laten we direct beginnen met de eerste week van maart. Ik had op de maandag een nieuw koffiezetapparaat gekocht. Ik was helemaal excited om deze aan te schaffen. Ik had mijn research gedaan en ik dacht dat dit een goed apparaat zou zijn. Maar achteraf gezien was het een miskoop en het was niet een hele kleine miskoop ook. Koffiezetapparaat zijn altijd prijzig. Maar ik dacht, oké, laat ik een goedkopere variant doen, maar ik had dit beter niet kunnen doen. De koffiezetapparaat was zelf €123,41, inclusief een bonenmaler. Maar die bonenmaler was wel nice. Alleen dat koffiezetapparaat, nee, ik was daar niet zo enthousiast over. Hij doet het wel oké, maar ik snap wel waarom je geen goedkope koffiezetapparaat moet kopen. Dus ja, en het jammere is dat ik deze nu ook niet kan terugsturen. Mijn retourtijd is alweer voorbij, dus nu zit ik eigenlijk met een miskoop opgeschreven. Maar hey, voor de volgende keer ga ik misschien nog beter mijn research doen en misschien wel investeren in een wat duurdere product. Sommige mensen zeggen ook wel eens van goedkoop is duurkoop. In dit geval was dat helaas wel zo. Maandag had ik ook nog een opschuimerkannetje gekocht. Want ik dacht, oké, ik koop nu mijn koffiezetapparaat. Daarvoor heb ik ook nog zo'n kannetje nodig. En ik wilde per se een mat zwarte. En deze was heel prijzig. Inclusief verzendkosten was het €17,28. Later op de dag had ik nog een snackje op de markt gehaald. Een soort van crepe was het. Met heel veel chocolade. Het was zo ontzettend lekker. En dat was €5. Dat waren al mijn uitgaven voor maandag. De volgende dag had ik eten besteld. Namelijk Easy, een wokmaaltijd. En dit was in totaal €9,75. Woensdag werd mijn Netflix abonnement afgeschreven. En dat was €7,99. En dezelfde dag ging ik ook nog naar de Albert Heijn. En in totaal was ik daar €43,50 kwijt. En ik zei dit ook al in mijn vorige video, maar elke keer als ik boodschappen doe, dan betaal ik ook voor koopzegels. En ik vind het oprecht heel erg fijn. Op deze manier spaar ik ook onbewust toch nog een beetje. En dan ben ik wel met mijn boodschappen meer geld kwijt. Maar ik heb dat eigenlijk niet echt door. Dus ja, mocht je niet zo goed kunnen sparen en wel elke week regelmatig boodschappen doen, bij de Albert Heijn bijvoorbeeld, maak dan gebruik van die koopzegels, want voordat je het weet heb je zo geld gespaard. De volgende uitgave was op de vrijdag. Toen ben ik naar de Kruidvat geweest. Ik heb onder andere nieuwe deo's gehaald, want die waren in de aanbieding. En ik had nog meer dingetjes gehaald. Ik weet niet eens meer wat. Het is alweer zo lang geleden. In totaal was dit €18,37. Dan ben ik weer zoals gewoonlijk naar de McDonald's geweest. Echt, waarom doe ik zulke dingen? Maar ik woon echt in de buurt van de McDonald's en het is gewoon heel erg aantrekkelijk. In totaal was ik daar €9,40 aan kwijt. Op de zaterdag gingen Ritz en ik een stukje wandelen. En toen hadden we ook een coffee to go gehaald en nog een klein snackie. En dit had ik betaald en dit was in totaal €11,45. En op dezelfde dag ging ik ook nog boodschappen doen. Ik was naar de Jumbo geweest en mijn boodschappen waren €37,56. Mijn weektotaal van de eerste week van maart komt op €278,71. Dat is aardig wat, maar dat komt voornamelijk door mijn grote aankoop van mijn koffiezetapparaat. Dan gaan we verder naar de tweede week. En op maandag had ik niks uitgegeven en op dinsdag ook niet. De week begon goed blijkbaar. Op woensdag had ik weer Easy besteld, maar ik had toen korting. En uiteindelijk was ik maar €5,12 kwijt. En had ik ook sushi besteld die dag. Blijkbaar, oké, ik had heel veel eten besteld die dag. Ik had blijkbaar voor mijn lunch iets besteld en voor avondeten. Oké. Mijn sushi was trouwens €9,79. Donderdag ging ik weer boodschappen doen. En in totaal was ik €22,15 kwijt. En ik was ook eventjes naar de Kruidvat geweest om iets te halen. Het was in totaal €6,15. Ik heb geen idee wat ik toen had gekocht. Volgens mij wc-papier
En nog wat dingetjes. De rest van de week had ik niks uitgegeven. Dus we komen dan op een totaal van maar liefst €43,21. Dat valt mee. Dan zijn we alweer aangekomen bij de derde week. Ik begon de week weer met boodschappen. Echt, het meeste van mijn geld gaat uit naar eten. Ik had €21,87 uitgegeven bij de Albert Heijn. En ik zit even te kijken. Ik ging pas weer op donderdag geld uitgeven. Want toen ging ik weer eten bestellen. En dat was in totaal €7. En ik had bij Burger & Shake besteld. Een hele fijne burgertent in Amsterdam. En in totaal was ik €7 kwijt, want ik had een volle spaarkaart. Dus ik dacht, ik maak daar eventjes goed gebruik van. En dezelfde dag werd mijn Spotify abonnement ook afgeschreven en dat was €5. Dan werd het weer tijd om boodschappen te doen, weer bij de Albert Heijn. En dit was in totaal €23,68. Weet je wat me nu te binnen schiet? Misschien is het voor de volgende keer wel leuk om ook te laten zien wat voor maaltijden ik ook met mijn boodschappen maak. Want nu laat ik alleen zien van, hey, ik heb zoveel geld uitgegeven aan boodschappen. Maar wat kan ik ermee maken? Misschien is dat leuk voor de volgende keer. Oké, zaterdag ging ik weer naar de Kruidvat. Geen idee wat ik daar had gekocht. Maar het kostte mij €9,77. Zondag ging ik weer naar de McDonald's, blijkbaar. En toen had ik een McMuffin of twee McMuffins voor mij en Rits gehaald. Als ontbijt. En dat waren mijn uitgaves van week 3. We komen dan op een totaal van €72,57. Dan zijn we aangekomen bij week 4. Op de maandag had ik niks uitgegeven en dinsdag ging ik weer boodschappen doen. Dat was €28,98. Woensdag ging ik weer ongezond doen. Toen ging ik naar de KFC. Daar heb ik €7,30 uitgegeven. Ik besef nu echt hoeveel ongezonde troep ik haal. Ik moet daar echt mee stoppen. En op dezelfde dag werden mijn lenzen ook afgeschreven. Dit was €26. Voorgaande maanden was dat €22, omdat ik toen geen lenzenvloeistof erbij had. En nu wel. Dus dan wordt mijn maandtotaal ietsjes hoger. Donderdag had ik niks uitgegeven. Vrijdag weer wel, want toen werd mijn school afgeschreven. Mijn schoolgeld. En dat was in totaal €214,30. Ik vind school echt belachelijk duur. Nu helemaal dat we alleen maar online les hebben. Vind ik het een beetje belachelijk veel geld. Maar hey, we moeten het gewoon netjes betalen. Als lunch had ik een visje op de markt gehaald. Ik had kibbeling gehaald. En dat was €5. Ik heb nooit door hoe duur vis eigenlijk is. Maar ja, het was lekker. En ik haal eigenlijk bijna nooit vis op de markt. Eens in een maand. Soms eens in de twee maanden. Later op de dag had ik bubble tea gehaald, want ik ging eindelijk weer met Chanou afspreken. En zij had eerder die dag al koffie voor ons betaald. En om het te compenseren had ik voor ons bubble tea betaald. En dat was in totaal €11,90. Zaterdag had ik weer sushi besteld. Dit was ook weer zo'n actie sushi. In totaal was dit €9,78. En op dezelfde dag werd mijn huur afgeschreven en dat was €500. De rest van de week heb ik niks meer uitgegeven. Dan komen we op een week totaal van €774,28. Auw. Maar dat komt door mijn huur. En dan hebben we nog een week, of nou ja, nog de laatste dagen van maart. Op maandag werd mijn zorgverzekering afgeschreven en dat was €125,05. Ik krijg een beetje zorgtoeslag, dus dat is mooi meegenomen. En maandag had ik ook nog boodschappen gedaan. En dat was in totaal, oh, precies €56 volgens mij. Oh, nice. En de laatste week van maart heb ik in totaal €181,05 uitgegeven. En dan komen we op een maandtotaal van €1349,82. Auw. Ik merk wel dat ik elke maand ongeveer rond hetzelfde bedrag uitkom. Dus ik denk dat ik gemiddeld per maand tussen de €1200 en €1500 uitgeef. Het ligt eraan. De ene keer shop ik veel meer dan de andere keer. Want deze maand heb ik niks qua kleding voor mezelf gekocht. Maar dat zal de volgende maand wel anders zijn. Want ik heb net begin april heb ik wat kleding gekocht. Dus dat zal dan in mijn
nieuwe maandoverzicht wel komen. Het verbaast me niet hoeveel geld ik heb uitgegeven. Het is wel relatief normaal. Maar ik denk dat ik de aankomende maanden veel minder buiten de deur eten moet halen. Eten moet gaan bestellen. Ik heb afgelopen maand eigenlijk niet heel veel coffee to go's gehaald. Bijna niet. 2 keer misschien. Dus daar ben ik al op geminderd. Alleen ik vind het gewoon heel erg aantrekkelijk om hier in de stad eventjes wat eten buiten de deur te halen, eten te bestellen. Maar mijn goede voornemen is gewoon om veel meer thuis eten klaar te maken, want dat is ook gewoon leuk. Dat waren mijn uitgaven van afgelopen maand. Ik heb ervan geleerd. Ik moet sowieso in de toekomst veel beter research gaan doen als ik bij wijze van spreken een koffiezetapparaat ga kopen. Want we hebben het niet over een tientje, maar over 100 euro. En... ja... dat was niet zo handig van mij. Mocht jij je uitgaven willen delen, dan kan je dat hieronder in de reactie zetten. Of je kan me een privéberichtje sturen op Instagram. En mocht jij budgetadvies van mij willen, dan kun je me altijd benaderen. En heb jij zelf nog tips voor mij of voor andere mensen, dan mag je ook zeker een reactie achterlaten. Want ik vind het fijn als we elkaar kunnen helpen. En met elkaar worden we gewoon veel beter in onze financiën en in budgetteren. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en hopelijk zien we elkaar snel weer. Doei!